Onze eerste gast is Louis de Jager. Louis, hey. Welkom in Roeselaar, in de keuken van Roeselaar. Dankjewel. Hoe is het met jou? Ja, zeer goed. Ja? Ik ben blij om nog een keer in Roeselaar te zijn. Ik heb hier nog gestudeerd. Ah, wauw. Een beetje thuiskomen met andere woorden. Ja. Ja. Frank, ken jij Louis trouwens? Wel, niet persoonlijk, maar ik had een reportage gezien op Kanaal Z, waar je breed kwam uitleggen wat je allemaal doet en wat je mening is en je gevoelens over de toekomst. En ik dacht van, die man die moet in ons programma zitten. Ja, het was impactvol wat hij zei. Dus. Ik vond dat wel, ja. Alleen, zalig. Ik heb het niet gezien, dus ik ben vol verwachting om die impact bij jou te ontdekken. Ik zie ook dat jij niet alleen bent gekomen, Frank. Wel nee, ik heb een drankje mee, want het is natuurlijk de eerste aflevering van het tweede seizoen. Dan daar horen bubbels bij, zou ik zeggen. Dus, voilà, dan gaan we dat ook meteen doen. Zeg, Louis, misschien kort en krachtig. Wie ben jij en wat doe jij? Mijn grootste missie is eigenlijk om mensen te inspireren dat we zelf de oplossingen zijn voor de klimaatproblematiek, voor de biodiversiteitproblematiek. Ja. En ik doe dat met een tuin- en landschapsarchitectenbureau, Commensalist. Commensalist, dank u wel, Frank. Merci, alsjeblieft. Zullen we daar al eventjes op klinken, op jouw zeker bedrijf en vooral op jouw missie? Dank je wel. Frank, op jouw missie van goed eten klaar te maken. Gaat het lukken? Dit seizoen mag het echt lekker zijn. We gaan ons best doen. Het was vorig jaar zo lekker. Ik ben rond en gezond buiten gegaan, om het zo te zeggen. Oké, verwachtingen. Gezondheid. No pressure, hè. En we zijn niet alleen in Roeselaar, maar Frank, ben jij blij om in de keuken van Roeselaar nog ja, eens te staan? Natuurlijk. Hè. Dit is een beetje onze thuisbasis. Hè. Ja, ondertussen. Het tweede seizoen. Altijd blij om hier te zijn in deze prachtige keuken. Ja, het is trouwens een Dovi-keuken. En wist jij dat die ook met duurzaamheid bezig zijn? Eigenlijk weet ik bitter weinig over keukens. Wel, dan gaat er nu verandering in komen. Kijk maar even mee. Ik ben Mario van Dovi Keukens. Ik run samen met mijn broer Christ en mijn welbekende vader Donald Muilen het bedrijf Dovi. We zijn een Belgische fabrikant van keukens op maat die de keukens verkoopt via een eigen netwerk van 34 toonzalen over gans België. We zijn wat atypisch, dus dat wil zeggen dat je eigenlijk een Dovi keuken enkel alleen kunt kopen in een Dovi winkel. We bevinden ons vandaag in onze hoogtechnologische fabriek te Roeselaar. Het is als het ware een geautomatiseerde meubelmakerij waar wij eigenlijk alle kasten op de millimeter juist gaan produceren. Binnen ons productieproces is het vooral belangrijk dat we ons baseren op onze drie grote pijlers. Namelijk luchtzuivering, waterzuivering en onze afvalstroom met daarbij natuurlijk de recyclage. Een belangrijke investering naar duurzaamheid toe was de luchtzuiveringscontainer die we geplaatst hebben. Die bevat 11.000 kilogram actieve koolstof. Deze actieve koolstof zorgt voor de luchtfiltering, vooral van alles wat betreft het lakken van de stukken binnen het productieproces. Andere initiatieven dat we nemen voor de luchtzuivering is onder andere het installeren van groendaken op onze toonzalen. Om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te verkleinen, plaatste Dovi bijna 2000 zonnepanelen op de daken van het fabriek. Een ander belangrijk aspect is de waterzuivering. Hier in de fabriek wordt ons sanitair water afgevoerd naar een biologisch zuiveringswaterstation die zich onder de grond bevindt. De derde belangrijke pijler is onze afvalstroom en het recycleren. Dankzij een efficiënt productieproces zorgen we voor een minimale verspilling. De reststukken die verzaagd worden vanuit onze basispanelen, die we nog kunnen gebruiken voor een andere keuken, die worden gestockeerd in ons reststukkenmagazijn. Op die manier halen we een rendement van 96% op ons platenmateriaal. We werken met heel wat verschillende materialen binnen het bedrijf. Daarvoor hebben we een eigen containerpark ter beschikking hier op de firma. We gaan daar eigenlijk alles mooi gaan voorsorteren, zodat alles klaar staat om dan later te recycleren. Met al deze initiatieven maakt Dovi kwalitatieve keukens op een duurzame manier. Voilà, en zo dragen we allemaal ons steentje bij, ieders op zijn eigen manieren. Frank, vorig jaar was het allemaal plan-based, hè? Is dat dit jaar anders? Nee. We zijn hier ook om de groentekeuken te promoten, groente in de hoofdrol.
zoveel mogelijk smaakcombinaties proberen te creëren. Het moet lekker zijn natuurlijk, want daar draait het om mensen te overtuigen om meer groenten te eten. Ja. Je ziet hier ook weer, we zitten echt in het seizoen. Hè? Dus we hebben een heel pak knollen bij waarmee we gaan werken. Zelf pompoen hebben we bij. Ik heb hier aardpeertjes die gekarameliseerd zijn met koffie. Wat? Ja, dus straks ga je dat krijgen als dessertje. Dus het eerste heb ik hier al. Louis had ook de chocolade direct opgemerkt. Ja, ja, ja. Ik weet niet of dat verdient. Is dat voor de show? Nee, dat komt bij dat nagerechtje. Ja, hier heb je een couscoussalade met bietjes, met rozijntjes, met een sausje, legumijzen van pompoen dat erbij is. En dan zit er nog wat platte peterselie in, selder en zo verder. Dus heel veel smaken samen. Krokant en ik denk een goede starter. Ja, ja, klopt. Zeg, zijn er zo nog dingen die we moeten weten over de groentewereld? Goh, het is enorm snel aan het gaan nu. Hè. Ik zie overal in de wereld de chefs eigenlijk wakker worden en de groentekeuken ontdekken. Je bord ziet er ook helemaal anders uit. De kleuren die enorm spelen, de structuren, de geuren. Het is zo fantastisch. Je kan zoveel meer doen met plantaardige ingrediënten dan met vlees en vis. Dat dus, klopt. Ja, Louis, we zitten hier wel met een beetje met een generation gap, maar ik weet niet of dat je Frank Vol kent. Hoeveel boeken heb jij geschreven? Meer dan 20 ondertussen rond groenten. Eigenlijk is dit de pionier van de groentechefs, de groentekoks. Ik ben een enorm grote fan van Frank. Wat dat heeft gedaan de laatste decennia is gewoon... Ja, en dat ook uit België komt, ik denk dat we er echt trots op mogen zijn. Je ziet het toch echt in de restaurants, dat het... Dat het meer is dan gewoon een stuk vlees en dan een patatje ernaast en frieten. Je hebt nu natuurlijk nog altijd pioniers, gelijk Hummus en Hortens, Amarant, die dit jaar de prijs heeft gewonnen als Discovery of the Year van We Are Smart. Maar wat we ook zien, en dat vind ik ongelooflijk plezant om te zien, is dat die restaurants die de keuze maken voor 100% plantaardig te gaan, dat zij vol zitten. Constant vol zitten. Echt. En tot volgend jaar juni al vol zitten. Dat gaat ook in fases zijn. Dat is wat we ook aanraden aan restaurants, om dat stapje per stapje te doen, je cliënteel mee te krijgen. Wow. Er zal natuurlijk een beetje cliënteel afvallen, maar je krijgt zoveel nieuwe mensen die bij u zullen langskomen. En je kan ook perfect in een menu van 9 gangen, zoals je in gastronomische restaurants veel krijgt, 7 gangen alleen plantaardig hebben en dan een visgerechtje en een vleesgerechtje in, dan zit je ook al op een 80-20 verhaal. Daar moeten we eigenlijk naartoe. Zeg, ben jij een lover van de vegetarische keuken of ben je een flexitariër of hoe ziet jouw dieet eruit? Ik zat vorige week met Nick Balthazar op café en we waren over onze diëten aan het spreken met elkaar. En blijkt eigenlijk dat zowel Nick als ik flexinisten zijn. Oei, dat heb ik nog niet gehoord. Ja. Ik kende dat woordje ook nog niet. Maar dat komt erop neer dat je eigenlijk vegan bent, dus volledig plantaardig. Maar als je op reis bent en je wilt een ijsje eten en ze hebben stracciatella enkel maar zonder of met echte koemelk, dan is zoiets van oké. Okay. Dus zolang dat de wereld nog niet mee geëvolueerd is, moet je soms nog een keer compromissen maken. Maar vlees ga ik sowieso nooit eten. Nee? Al lang niet meer? Ja, eigenlijk al 12 jaar dat ik geen vlees meer eet. Weten jullie dat als we 70% in de wereld 70% minder vlees zouden eten, dat alle klimaatproblemen op zich zouden opgelost zijn? Dat gaat nooit niet gebeuren. Allee, ik hoop van wel natuurlijk, maar er zijn ook veel andere problemen. Ja. Alleen dat al, het feit dat we dat vlees zouden achterlaten voor het grootste deel, zou een grote oplossing zijn voor de aarde. Dan zijn wij bij deze wel heel goed bezig. Ondertussen stel ik voor, Louis, dat we naar jouw reportage gaan kijken om jou toch nog een beetje beter te leren kennen. En dat zorgt ervoor dat jij minder moet babbelen en meer kan eten. Ben benieuwd om het te zien. Mijn naam is Louis de Jager van Commensalist en met Commensalist ontwerpen wij eetbare landschappen. En wij doen dit voor bedrijven in België, voedselbossen waar de mensen hun besjes kunnen plukken in de pauze, oftewel landschappen van enkele honderden hectare. Ik heb zelf jarenlang de wereld rondgereisd en gezien dat overal de vegetatie achteruit aan het gaan is. En voor mij was dat zo pakkend dat ik echt besloten heb om als missie te hebben van ik wil land herrestaureren. Hoe meer hectare, hoe beter. Ik ben daar eerst als activist mee begonnen, maar ik heb snel gemerkt als activist heb je niet veel toegevoegde waarde. En het moment dat ik ben beginnen ondernemen, is mijn impact echt vermiljoenvoudigd. Gewoon puur omdat je waarde biedt aan de mensen. En
Je hebt de mensen ook veel meer mee in het verhaal. Het is een positieve manier naar de oplossing te gaan. En vooral heel pragmatisch. En het economische aspect is een aspect die we zeker ook niet mogen negeren. Bedrijven kunnen bij ons terecht voor voedselbospakketten. Dat heet Fruit Forest, een nieuw concept dat sinds kort op de markt is. Waarbij dat bedrijven eigenlijk een 10 op 10 voedselbos kunnen bestellen bij ons. Bol.com-wise, gewoon één klik. Wij komen dat brengen met een inspirerende keynote erbij. We planten die ook samen aan, zodat er een gevoel is van ownership van iedereen. En voor je het weet heb je dus een voedselbosje waar je heel tijd door van kan plukken. Waar je groente zetten. Hey, dus alles wat we zetten blijft leven, hé, tientallen jaren lang. En dan kunnen mensen gewoon tijdens een pauze besjes plukken. En ook het leuke is, wanneer mensen daarop kijken, hé, het is wetenschappelijk bewezen dat als je zicht hebt op een vegetatie in verschillende lagen, dat mensen eigenlijk ook productiever zijn in hun werk. Hé, dus het is niet enkel maar lekker, leuk, maar ze gaan ervan beter presterende werknemers. Dus het is een enorme win-win. Wat we heel belangrijk vinden, is dat we stoppen met in kotjes te denken. Hé, dat is landbouw, dit is natuur, dit is beleving. Wij brengen dat allemaal samen in dat voedselbos. Maar hé, de natuur heeft voor een mens niet per se een financiële directe return on investment. Dus there is no ecology without economy. Door die twee te combineren, dat de natuur ook veel langer gaat bestaan, omdat het ook een return on investment heeft. En de kers op de taart is dat je dat gewoon met heel je familie, oftewel met je werknemers, daar naartoe kan gaan, die beleving kan hebben en er ook echt kan van genieten. Want zo de natuur, je mag dat niet aanraken, ben daar niet voor. Het is net leuk om ermee in contact te zijn, want wij zijn zelf ook deel van de natuur. Ja, Louis, ik vind het wel knap hoor. Je bent nog maar 28 en je zet toch wel iets moois op de kaart, hè? Ah, wel, het is eigenlijk sterker dan mezelf. Ik heb de wereld rondgereisd en ja, je zei het. Over heel de wereld gezeten en overal heb ik gezien wat de impact is die de mens op het, op het klimaat heeft gehad, op de vegetatie. Echt de landen volledig vernietigd. Ja. Dat is triestig, maar nog triester is dat mensen, heb gezien, die echt honger hadden. Doordat ze geen voedsel meer konden produceren, omdat ze roofbouw hebben gedaan. Ja. En ik stond op een gegeven moment in de woestijn van Marokko en dat was vroeger dus één groot voedselbos, nu is dat zand. Ik was zodanig getoucheerd daardoor, ik zei van oké, ofwel blijf ik bij de pakken zitten en niks doen, ofwel doe ik er gewoon alles aan in mijn leven om er gewoon veranderingen te brengen. En ik heb dat gedaan. Met andere woorden, dat was dus wel een heel sterke roeping dan. Ja, eigenlijk wel. Ja. In Spanje is dat woestijn aan het worden, België geleidelijk kan ook. En we hebben echt zoiets van, oké, we willen er alles aan doen om dat tegen te gaan. Nee. In de natuur heb je samenlevingsvormen. Het parasitisme ken je waarschijnlijk wel. Nee, ik heb daar geen last van. Jij, Frank? Nee. Je hebt een symbiose waarin dat er twee organismen echt samenleven, maar die kunnen niet zonder elkaar. En commensalisme is eigenlijk, we zouden allemaal commensalisten moeten worden. Dat wil zeggen dat we van elkaar genieten zonder elkaar te schaden. Dus het is eigenlijk een soort symbiose, maar we blijven elk onafhankelijk. Ja. Dus commensalist is de naam van een bedrijf waarmee dat we landschappen ontwerpen, zowel in België als wereldwijd. Hey, we hebben projecten hier van enkele hectares, hey, mensen die grote tuinen hebben, maar ook enkele kasteeltjes dat we mogen ontwerpen. Oeh. Dat is altijd heel tof om te doen. Ook projecten in Spanje bijvoorbeeld, hebben we een eentje van 400 hectare in Mallorca. Wow. En dat is meteen impact. Hey, dus dat is echt mijn grootste doel om echt zo'n op een sterfbed naar de aarde te kunnen kijken en zeggen, kijk, ik heb hier toch wel de woestijn tegengehouden, ook voedsel geproduceerd. Hey, voeding is heel belangrijk in ons verhaal. Ken je het voedselbos van Emiel van der Staak, hè, van Wouter? Ja, Wouter van Eck heeft inderdaad een voedselbos die aan een sterrenrestaurant levert. Toch? Ja, de nieuwe winkel. Is nu het nummer 1, hè, de Wiersmaar Green Guide, top 100, staat hij op nummer 1. Hè. Ja. Voilà, en voedselbossen is dus een van onze niches dat we doen. Oké, mannen, voedselbossen. Echt, ik heb nog nooit een voedselbos gezien. Ik vind dat waanzinnig mooi klinken, maar oké. Ik ga richting een bos. Wat zie ik dan? Wat is een voedselbos? Wel, een voedselbos is eigenlijk een vegetatie. Eigenlijk kan je het zien als een Garden of Eden, waarin je gewoon 's ochtends kan wandelen, besjes kan plukken als ontbijt, noten kan rapen, waar alles eigenlijk eetbaar is. Dus alles staat een beetje in een mooie flow door elkaar. Het is niet zo lange rijen. Van... En op elk moment van het jaar zijn er andere planten die weer het voortouw nemen. Eigenlijk. Ja. Het is alles op elkaar afgestemd. Balans. En ze beschermen elkaar ook op een of andere manier. Dus dat is een symbiose van de natuur. Okay. Die bomen hebben bijvoorbeeld simmels en die communiceren met elkaar. Dus de ene boom kan praten tegen de andere boom. Ze wisselen dingen uit met elkaar. Het ondergrondse internet. En het is wat dat Frank zegt. Heel het jaar door kan je dus
oogsten daaruit. Als je maïs hebt, dan je oogst dat één keer en het is weg. Ja. En het grote voordeel is ook, als je een tomatenplantje hebt, het eerste jaar draagt de tomaat, maar het tweede jaar komt dat niet meer terug. Nee. Dat gaat dood. En dat is bijna al onze groenten dat we eten. Vandaar ook, Frank, een uitnodiging voor jou. De meeste groenten zijn eenjarigen. Mm-hmm. Wij zeggen, plant meer meerjarige planten aan. Voor de notenboom, je plant dat één keer. En je achter kleinkinderen er altijd noten dat van kunnen eten. Maar dat is ook wat jij zegt. Hè. Dus als er veel meer kastanjebomen zouden, bossen zouden, of in symbiose met de rest zouden komen, dan is dat eigenlijk een natuurlijke proteïne. Maar ook gewoon op straat. Waarom plant de gemeente of de stad het gewoon niet? Dat er altijd dat wel zegt, iets van... Ja. Dat is dus echt, dit is een oproep aan de stad Roeselare. Oh my god, dit ziet er super mooi uit. Oh, zalig. Alsjeblieft. Die future-proof landscape, hè, dat je, ja. dat je design dat je doet, wat houdt dat concreet dan in? Wel, eigenlijk redelijk economie. Hè. Je zou denken, economie, ecologie, dat staat haaks op elkaar, maar eigenlijk is dat hetzelfde. Nee. Wij ontwerpen eigenlijk landschappen waar je zo weinig mogelijk inputs moet steken en zoveel mogelijk kan uitdaan. Zoveel mogelijk genot, zoveel mogelijk voeding, zoveel mogelijk rust. Want wij geloven dat dat de manier is om de aarde te genezen, maar ook om de mens te genezen. Want ik denk dat wij allemaal her en der constant over heel de wereld zitten van allerlei projecten te doen. Maar om eventjes tot rust te komen en een keer in contact te staan met de natuur, is dat future-proof voor woestijnen tegen te gaan, om klimaatverandering tegen te gaan. Hey, Frank vertelde het zelf, als we al meer plant-based eten en bomen maken daar een enorme grote rol, spelen daar een enorme grote rol in. Dan lossen we de helft van onze wereldprobleem gewoon op. In onze tuin. Ja, dat is zo. Frank, wat zijn wij aan het eten? Dus beets? Hier hebben we eigenlijk de bietjes en de knolselder en de koolrabi die we fijn gesneden hebben in draadjes. Een slaatje van gemaakt, mooi gekruid. Ja. Er is een plantaardige yoghurt bij, op basis van soja. Dan hebben we een vinaigrette van waterkers. En het groen dat je erop ziet liggen, dat is kers van erwtjes. Alright, waterkers, super gezond. Hè? Zie bomvol met alles wat je nodig hebt. En ook echt een seizoensgroente. Ja. Terwijl wij dit nodig hebben, heb ik nog een interessante reportage mee. Okay. De immer sympathieke Catherine, die werd door haar grootvaders boomgaard en de confiture van haar tante helemaal geïnspireerd. En daaruit werd Pipillon uit de grond gestampt. En dat zijn artisanale producten. En ik stel voor dat we eventjes gaan kijken terwijl wij gaan snoepen. On fait toujours tout à la main. Nous tenons absolument à rester des artisans et c'est pour ça que nos clients restent chez nous et restent fidèles parce que être un artisan, ça va faire la différence. Ça va faire un produit qui sera plus cher, donc qui sera potentiellement plus difficile à vendre, mais aussi les gens savent comment c'est fait et ce qu'il y a dedans. Bruxelles, c'est ma ville. Je suis née à Bruxelles. Je suis vraiment un vrai produit belge. Et nos premiers clients ont été les gens du quartier. Et on a organisé des fêtes ici pour faire des brainstorming sur les noms et les gammes qu'on allait développer par la suite. On a donné des noms rock à tous nos produits. Donc on va avoir évidemment une confiture de fraises Strawberry Fields, un chutney de mangue, ça va être Mango Unchained, parce que je suis fan de Tarantino aussi. Et puis, on va avoir Highway to Plum. Bref, on s'amuse beaucoup aussi. Eh bien, c'est la même philosophie derrière Pipillon. C'est qu'on a commencé à fabriquer des choses qu'on aimait. On a trois tapenades, on a trois chutneys, on a trois pickles, on a quatre sirops et on a quatre confitures par saison. Parce que ça aussi, c'est important. On ne va pas essayer de trouver de la fraise au mois de décembre. Ça n'a pas de sens. Et puis après, s'il n'y en a plus, on attend la saison suivante. On travaille avec des filières courtes en Belgique ou en Sicile, où on travaille en direct avec une coopérative sicilienne qui nous rassemble tout ce qui vient du sud traditionnellement et que la Belgique ne peut pas produire. La deuxième chose, c'est qu'on a une vocation sociale aussi. Et nous sommes désormais intégrés dans une entreprise de travail adapté, d'Anderlecht, le groupe FUS, chez qui nous avons pu intégrer des travailleurs depuis l'arrivée des marchandises et la livraison finale. On a un autre grand projet là maintenant, c'est de créer un atelier circulaire pour vraiment développer la circularité, c'est-à-dire se mettre au service des fermiers belges
qui ont des surplus ou des invendus de production ou même qui désirent affecter une partie de leur production à la conception de leur propre gamme de produits. Et on gérerait tout depuis la découpe jusqu'à l'étiquetage et la livraison finale. Confituurken op een toastbroodje kan er altijd in. Ik eet dat wel vrij weinig, sinds dat ik het ooit eens zelf heb gemaakt. Er zit zoveel suiker in. Maar, er staat ook zonder toegevoegde suikers. Hè? Ja. En dat blijft dan zo één week goed of zo? Nee. Dat is gepasteuriseerd of zo. En dan gaat dat wel langer mee. Maar pectine, dat je dat doet. Opgewerkt samen. Allee, je doet een mix van bepaalde vruchten die pectine bevatten. Ah, voilà. Dus dan kan je wat bevat beter. Er pectine? Kweepeer bijvoorbeeld. Ah ja, dat is zo. Ja. Oh. Rustig. We gaan het nog eerst eventjes over jou hebben. Vertel eens, waarom zou ik klant moeten zijn bij jou? Wat bij ons denk ik, verschil is met andere bureaus, is wij zijn eigenlijk maar landschapsarchitect op de tweede plaats. Op de eerste plaats zijn we eigenlijk droomvissers. Wat is nu jouw diepste verlangen, jouw diepste visie achter hetgeen wat je doet met jouw kasteeldomein? Hè? Ja. Wat wil je daar nog per se mee gaan doen? Want je kan een ontwerp gaan maken vanuit je hoofd en dan gaat dat rationeel wel goed zijn, want wij zijn als mens rationele, maar ook emotionele wezens. Ja, hè? Dat is zo. En als je, die twee moeten echt in harmonie zijn met elkaar. Dus wij gaan echt heel diep gaan graven, wat wil je nu echt? En dat eigenlijk als fundament, als basis gebruiken. Oh, die chocolade ziet er heel goed uit. Kijken, Louis. Focus. Dat, ziet er, dat is echt het fundament om dan een fantastisch ontwerp te maken, die dan ook de komende decennia heel goed gaat draaien. Als dat nu bijvoorbeeld deel is van een bed and breakfast of van een yoga retreat. Of... Ja, want ik heb een voorbeeld. Ja, wij zijn op zoek naar een hoeve en daar gaan we retraites organiseren. Zalig. We willen ook gezonde voeding centraal brengen. Dus hoe zou je dat dan aanpakken? Voedselbos? Ja, sowieso. Maar eerst echt eventjes tijd doorbrengen samen om echt te gaan voelen. Wat wil je nu echt? Rust. En de wereld een betere plek maken. Ja. Of zo. Klein beetje. Dat doen we ook met chocolade. En dus aardpeer. Het is van die zotte combinaties. Frank is dus de chef van de zotte combinaties. Maar dat je dan denkt van, damn, this is good. We hebben een mousse van chocolade gemaakt. Die we met de espuma, dat is zo, die spuitjes waar we gas op zetten, hebben op het bord gelegd. En daarop komt, en ik denk dat dat ook wel een hele rare combinatie is misschien, maar wij hebben aardbeerschijfjes geroosterd in de oven met een beetje suiker en een beetje koffie. En die is helemaal gekaramelliseerd als je wilt, in stukjes gesneden en die komt erop in stukjes en afgewerkt met een beetje olijfolie. Wauw. Hij is merci, Frank. In de weer geweest voor ons. Voilà. En hoe was jouw zondag? Dat is een voedselbosplant trouwens. Hé. Cacao groeit onder andere bomen en in verschillende gelaagden. Dat is juist, ja. Dat is toch zoveel. Een aardpeer komt elk jaar terug. Ja, aardpeer. Dat is heel goed ook om grond te herstellen. Dat is een fantastische plant. Ik leer zoveel bij. Hey, je hebt ook een boek geschreven. Ja, klopt. We eten ons dood. Dat gaan we vandaag niet doen. We gaan er maar eentje eten, hè. Hoe we met onze landbouw de wereld kunnen redden. Ik heb er zo eens eventjes in gebladerd. Ik heb al twee keer goed moeten lachen. Je bent ook heel kritisch. Je bent zelfs met de mensen van Monsanto gaan praten. Omdat je zoiets had, je moet toch twee kanten van het verhaal horen. Sowieso. Vind ik wel heel mooi dat je niet gewoon laat leiden door wat er gewoon gezegd wordt. Maar dat je het echt bent gaan onderzoeken. We moeten samenwerken. Hè? Het is door samenwerking alleen dat we er gaan komen. Ook zij moeten veranderen. En we hebben natuurlijk ook ons boek voor u. Wild Cooking. Wild Cooking. Wat een prachtige titel. Wild Farming ken ik, maar Wild Cooking. Er wordt niet gekookt met wild voor de duidelijkheid. Dus mijn worden Wild Moon met zijn gerechten en samen wordt dat dan Wild Cooking. En zoals dit gerechtje is het ook out of the box. Het ziet er allemaal super lekker uit, jong. Ik ga wel even proeven. Hè. Ja, ik ga er ook al aan beginnen, aan dat dessertje. Het is wel weer een topcombinatie, echt waar. Mondorgasme. Ja. Louis, super dat je er was. Ik zou nog uren met jou kunnen praten en nog heel veel bijleren, denk ik. Misschien moeten we ook wel eens even praten zodra ik mijn hoeven rond heb. En Frank, merci om voor dit orgasme te zorgen. Het zijn Louis zijn woorden, niet de mijne. En ik zie jullie heel graag volgende week terug, want dan zijn we opnieuw met de keukentafel.